Ja? Wij komen jullie iets vertellen. Aan de overste. Stad er. Nou, ja, vertel. Stad er is niet te erg. Nee, zeker niet. En je krijgt er geen bekeuring voor. Ook niet? Vreemde mensen aanspreken op straat om te vertellen wat stotteren is. Sommige kinderen zouden dit 3 dagen geleden misschien niet hebben gedurfd. Maar na het stotterkamp is dat niet zo spannend meer. En dat is ook precies het doel van het kamp. Met meer zelfvertrouwen kunnen spreken. Je leert omgaan met nieuwe situaties. Je leert hoe je moet reageren op situaties. Acties. Als je bijvoorbeeld in een woord niet uitkomt, dat is best wel irritant. Maar dan moet je gewoon proberen om de stotters los te maken. En gewoon de tijd nemen, want je hebt alle tijd om je zin uit te maken. De kinderen op het kamp zijn vaak de enigen in hun klas die stotteren. Dat kan best eenzaam zijn of je het gevoel geven dat je raar bent. Deze 3 dagen is stotter heel normaal. Iedereen stottert. Dus eigenlijk creëren we een wereld waarin iedereen stottert. En dat geeft heel veel rust en vrijheid en ontspannenheid. En die kinderen kunnen helemaal zichzelf zijn. Bram en Marianne hebben nog wel tips voor mensen die in gesprek zijn met iemand die stottert. Vooral niet zijn zin afmaken en hem gewoon de tijd geven. Ze moeten niet door je heen praten als je een zin hebt gezegd waar je best lang mee stottert. Want dan moet je weer die zin weer helemaal opnieuw doen. Dat is best wel vermoeiend als je met die klank veel stottert.